2011 was ik eigenaar van Stiegenpark. Een bedrijf dat hoogopgeleide technisch specialisten detacheerde binnen de olie- en gassector wereldwijd. Rond die periode zagen we een ontwikkeling waarin steeds meer hoogopgeleide mensen kozen voor een bestaan als ZZP'er. En daar wilden wij graag wat mee doen. Vervolgens is gekozen om in 2011 een bedrijf op te zetten met de naam Stone. In die periode was Peter Collier toezichthouder bij Stiegenpark en ik zou graag wat met hem willen doen. In 2013, toen Stiegenpark is verkocht aan Star Group en Moerdijk, heb ik daarom gevraagd aan Peter of hij interesse had om Stone te gaan leiden. Omdat Peter een betere directeur is dan ik en Peter dat werk op DPR. Na wat overredingskracht is dat uiteindelijk gelukt en is Peter algemeen directeur bij Stone geworden. Ja, dat is aardig dat Alfons dat zegt. Natuurlijk ben ik een betere directeur, dat heeft hij in die tijd heel goed begrepen. En dat was ook een van de redenen waarom ik graag met hem zou samenwerken, want dat deden wij heel lang, maar nog niet binnen dezelfde onderneming. Overredingskracht heeft hij wel, want ik heb hem op een goede dag wel geadviseerd om niet met dit bedrijf te beginnen. En dat was toen ik toezichthouder was bij Stiegenpark. En omdat ik vond dat het niet paste bij hun propositie. En het gekke is dat ik nu dus eigenlijk directeur ben van een bedrijf wat ik nooit had willen hebben. Bijzonder genoeg. Ik doe het met veel plezier, al jaren. En vooral ook omdat ik hier kan samenwerken met Edwin. En Edwin die ken ik ook al een hele tijd en die heb ik op een goede dag met Alfons in contact gebracht. Om te kijken of zij met elkaar konden samenwerken. En daar waren ze al een tijdje mee bezig. En toen ik hier dus kwam, toen kwam ik eigenlijk in een warm bad terecht. Ik kan jullie vertellen dat bad was een stuk minder warm dan Peter net schetste. Heel veel start-ups gaan in het begin aan de slag met het binnenhalen van geld en minder met kwaliteit. En bij Stone was dat precies andersom. Dus we zijn eerst hard aan de slag gegaan om goede opdrachten binnen te halen. En klanten. Wat echt een kantelpunt was, was Ibiza 2016. We gingen van een situatie van twee teams naar één gezamenlijk groot team. We hebben zelfs op Ibiza onze kernwaarden hergedefinieerd. Eigenlijk is dat jaar de geboorte geweest van het nieuwe Stone, het huidige Stone. Wie in die periode ook binnen is gekomen is Daniela Notenboom. Daniela heeft ontzettend hard gewerkt voor het opbouwen van een heel recruitment team. En inmiddels werkt daar een man of acht. Voor de mensen die Edwin nog niet zo goed kennen, hij rekent zichzelf graag rijk. Want onze recruitment team bestaat op dit moment nog maar uit 7 mensen. Maar de ambitie is zeker wel om naar 8 mensen door te groeien. Mijn reis begon bij Stone inderdaad op Ibiza. Recruitment stond toen nog in de kinderschoenen. Inmiddels zijn onze systemen op orde, is het team gegroeid en zijn de recruiters gespecialiseerd op HR, finance en IT. En als recruitment geloven wij echt in de kracht van samenwerken, overigens een van onze kernwaarden. We werken dan ook samen met de salescollega's om de beste resultaten te bereiken voor zowel de professionals als de opdrachtgevers. En als ik het dan toch over samenwerken heb, dan moet ik de rol van marketing hierin ook absoluut benadrukken. Het team van Caroline Pietersen helpt ons enorm in het samenbrengen van onder andere onze relaties. Dit samenbrengen doen we op veel verschillende manieren. In het oog springen natuurlijk onze grootste events. Taste of Success, Stone at Home en onze Excelsior activiteiten. In 2019 vieren we het lustrum van Taste of Success. Het is een cadeautje voor onze relaties, zo kan je het wel zien. We nodigen sprekers uit met een mooi track record. En zij nemen ons mee op hun reis naar dat behaalde succes. En vervolgens geven ze handvaten om dat resultaat ook te behalen of voor goed leiderschap. Voor interim professionals starten we het voetbalseizoen bij Excelsior op de tribune, 135 man, super gaaf. Maar we hebben ook een netwerkevent, Stone at Home. Dit jaar ontvangen we zelfs 150 interim professionals bij ons thuis. Nou, echt iets om trots op te zijn. En dat doen we thuis in ons nieuwe House of Stone. Ja, het House of Stone, Peter. Hey, dat is er toch niet voor niks gekomen? Dat House of Stone, dat is zeker niet niks na 7,5 jaar hard werken. Inmiddels is onze familie 150 man groot. En daar past natuurlijk een echt huis bij waar we met z'n allen kunnen wonen en werken. En omdat we meer tijd op kantoor doorbrengen dan thuis, mag het er ook wel een beetje uitzien als een woonhuis. En zo gaan we daar ook mee om, met elkaar. Het mooie van de toekomst van Stone is dat we ons niet alleen richten op wat wij nu doen. We gaan een prachtige toekomst tegemoet waarin deze organisatie, die nu heel veel ZZP'ers en gedetacheerden bemiddelt, zich ook steeds meer als een kennisorganisatie zal gaan ontwikkelen. Een kennishuis, daar is dat nieuwe pand van ons ook hard voor nodig, met allerlei faciliteiten die we daarin bieden, om die kennis op te doen en met elkaar te delen. Zo zijn we onderweg naar de dag van morgen, naar misschien wel 250 werkenden en net zoveel klanten, dat zou het mooiste zijn wat er is. Maar eerst en vooral met alle mensen die dit bedrijf groot maken, zich familie voelen met elkaar
en die zich samen met elkaar daarvoor inzetten.